Hallo beste vrienden, hier ben ik alweer. Of alweer, het is alweer een nachtje geleden dat ik weer zo'n vloggertje heb gemaakt. En deze keer heb ik weer eens iets apart, want zoals jullie misschien wel weet, hou ik ontzettend veel van dieren. En niet alleen van gewoon dieren, want zoals jullie weet heb ik wel eens ooit achter het huis een giraf gehad. Ja, een echte. En ik heb ook een hond gehad, ik heb een kat gehad, ik heb een tijger gehad. Ja, dat heb ik allemaal gehad. Deze keer heb ik weer wat nieuws, maar ik moet die beste dan ook van alles leren. Dus ik heb die hond heb ik leren blaffen. Waf, 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 waf. Ja, dat heeft hij van mij geleerd. En ik heb ook een kat laten miauwen. Miauw, miauw. En een tijger, die heb ik leren brullen. Ja, ik kan het nog niet zo goed zoals gehoord. Maar nou heb ik een olifant. Nee, die heb ik niet geleerd hoe dat hij moet toeteren, want dat kent hij wel. Maar ik heb hem een ander kunstje geleerd. En daar ben ik mee naar de sportschool gegaan. En kijk maar eens wat een olifant kan. Schoon toch, hè? Die kan toch van alles, dat best. Dat is echt waar. Dan zal we wel worden als je straks bij ons achter het huis zit. Ja, hij is er nog niet, maar hij kunt er wel een keer. Nou, dat was het voor deze keer. Als jij ooit een huisdier hebt die iets geleerd moet hebben. Ja, kom niet af met een speen die zachtjes moet lopen, want dat kan elke speen al. Nou, als je echt iets hebt, een beest wat dat iets moet kennen, kom er maar gerust mee. Wel eerst even bellen. Dan waren we weer. Houden we bedankt en piep piep. Nou, hou er maar niet op. Stop nou. Hoeft wij niet zo druk te maken. Het filmpje is afgelopen, man. Hou nou toch eens op. Meer, je kan nog niet meer lopen. Nou, ophouden. Ophouden. Stoppen.